Hallo allemaal, ik ben Lorraine. Ik zit op de afdeling Economie en Ondernemen en ik neem jullie vandaag mee. Gaan jullie mee? Ik sta nu op de afdeling Commercieel. We doen hier vooral etaleren. We leren werken met de kassas, leren verkopen en hoe we met de klanten moeten omgaan. We staan hier zo op de afdeling logistiek. We leren hier zo dozen in te pakken, dozen verrent klaar te maken en hoe we met transportmiddelen moeten werken. Die pakketjes die je net allemaal klaar moesten maken, die worden natuurlijk ook besteld in een webshop. We leren hier zo hoe we een webshop moeten maken en onderhouden. We werken hier veel met onze handen, maar ook heel veel met theorie en dat zie je hier zo gebeuren. Met de theorie daar werken we veel uit de boekjes. We leren hoe we met computerprogramma's moeten werken, zoals Excel en Word. En we leren hoe we bijvoorbeeld een ondernemingsplan moeten schrijven. We staan hier bij het vak sectorieel. We leren hier telefoneren, post verwerken en klanten ontvangen. Ik koos voor deze afdeling omdat ik leuke verhalen hoorde, dus dit leek me iets geschikt. Je leert op deze afdeling heel veel. Je leert je eigen onderneming starten, je leert professioneel werken en met klanten omgaan. Het leukste hier vind ik ondernemen met Union Company. Je leert je eigen product maken en verkopen. De sfeer is heel gezellig. Je kan jezelf zijn, je kan met elkaar een geintje maken en dat maakt het hier leuk. De docenten zijn hier heel gezellig en leuk, maar dan moet je natuurlijk wel serieus zijn in de klas. Ik weet nog niet precies wat ik wil worden, maar gelukkig is economie en ondernemen heel breed. En misschien ga ik wel een eigen bedrijf starten.